Met de komst van de WMO 2015 staat het onderwerp administratieve lasten hoog op de agenda, omdat deze enorm lijken toe te nemen voor zorgaanbieders. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, ik ben natuurlijk op de hoogte van de zorgen. Maar wat voorop staat is dat we natuurlijk goede zorg leveren en dat we dat zo eenvoudig mogelijk, maar ook zo efficiënt mogelijk doen. Daarom moeten we ons niet verliezen in een overdreven verantwoording naar elkaar, maar werken vanuit vertrouwen. En daarom maken wij met zorgaanbieders afspraken aan de voorkant over de resultaten die we willen bereiken. We monitoren dat met een zelfredzaamheidmatrix. En daarnaast willen we natuurlijk de weg naar zorg eenvoudiger maken, want wij merken nu dat het voor mensen een enorme zoektocht is om uiteindelijk de goede zorg te krijgen. Wat doet de gemeente Westland om de administratieve lasten voor gehandicapte zorgaanbieders zo laag mogelijk te houden? Nou, het is een feit dat al die zorgaanbieders met heel veel contractanten te maken krijgen, heel veel verschillende gemeenten. Nou, dat zou natuurlijk een grote administratieve rompslomp met zich meebrengen. Daarom dat wij in de gemeente Haaglanden 10 gemeenten met elkaar een inkoopbureau hebben opgericht, specifiek gericht op jeugd, waarin we met elkaar gezamenlijk voorwaarden, inkoopvoorwaarden hebben opgesteld, maar ook de manier waarop we monitoren en dat contractbeheer, om het eenvoudig te maken, 1 aanspreekpunt te hebben voor al die zorgleveranciers. Binnen dat samenwerkingsverband werken wij voor de WMO samen met 4 gemeenten. En die 4 gemeenten hebben gezamenlijk WMO-producten ingekocht en wij hebben daarbij de voorwaarden gehanteerd die we gezamenlijk hebben opgesteld binnen Haaglanden. Daarmee proberen we die administratieve last zo laag mogelijk te houden. Daarbij hebben we ook met die 4 gemeentes gezamenlijk afspraken gemaakt over de tarieven en over de productenclusters. Zodat zij niet geconfronteerd worden met hele verschillende vragen vanuit de verschillende gemeenten. U noemt het begrip productgroepen. Wat bedoelt u daar eigenlijk mee? Nou, het gaat natuurlijk altijd vanuit de gemeente producten om dat thuiswonen te ondersteunen. En u moet daarbij denken aan dagbesteding, structuur in je dag en begeleiding thuis. Wat is voor u als gemeente nou een grote administratieve last? Ik merk dat het berekenen en innen van de eigen bijdragers, dat een behoorlijke administratieve rompslomp met zich meebrengt. Daar hebben wij als gemeente nog geen invloed op, want dat is ingericht op de klassieke AWBZ-manier en het CAK vervult daar een grote rol in. Daarnaast natuurlijk 1 regisseur, 1 plan, 1 gezin, wat wij natuurlijk heel graag door willen voeren. Maar daarbij heb je natuurlijk een ICT-systeem nodig wat dat ondersteunt, zodat je ook het totaalbeeld van de cliënt krijgt. En wij merken dat er helaas nog geen systemen op de markt zijn die dat kunnen leveren. Dus wij zullen daar met elkaar een tussenoplossing voor moeten zoeken. Een systeem om productiegegevens aan te leveren is de IWMO. Maakt u gebruik van dit systeem? Ja, wij zijn vanaf het begin deelnemer van de pilot berichtenverkeer. En wij doen dat natuurlijk omdat we veronderstellen dat de processen op dit moment goed zijn ingericht en dat we daar graag op aan willen sluiten. En we hebben absoluut geen plan gehad om zelf iets nieuws te bedenken. Daar ontbreekt gewoon de tijd voor. Wat we wel zien is dat berichtenverkeer nog wel wat doorontwikkeld moet worden. Maar daar wordt landelijk aan gewerkt. Wat kunnen gehandicapte zorgaanbieders zelf doen om de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden? Ja, zij moeten natuurlijk zelf ook vernieuwen. En daarnaast vind ik het belangrijk dat zij hun cliënten, maar ook hun medewerkers goed informeren. Wij hebben daarom gezamenlijk met de Haaglanden gemeenten een website geïnstalleerd waar communicatieprofessionals van de zorgaanbieders kunnen inloggen, waarop onze berichten staan. En om nou een voorbeeld te geven, binnen de gemeente Westland korten wij in 2015 niet op het PGB. Nou, dat betekent als wij dat aan onze cliënten informeren, dat het ook belangrijk is dat medewerkers dat weten en ook in hun communicatie met de cliënten daarover kunnen spreken. En nu merk je dat er altijd heel veel onzekerheid is, terwijl dat helemaal niet meer nodig is. Wat is uw belangrijkste boodschap aan gemeenten en de landelijke overheid als het gaat om het terugdringen van administratieve lasten? Ja, dat is natuurlijk vertrouwen krijgen en vertrouwen geven. En zorgen dat de inhoud van zorg, dat altijd het uitgangspunt blijft. Dus er vooral voor zorgen dat de boekhouders en de controleurs van deze wereld niet de boventoon gaan voeren en ons beleid gaan bepalen. En natuurlijk heb je voor dat vertrouwen krijgen heb je ook goede informatie nodig. Dus het zou ons enorm helpen als de Rijksoverheid nou eens vasthoudt aan 1 koers. Hè, dat ze daar helder in zijn en dat zij ons op tijd de goede informatie verstrekken. Dat zou meer helpen dan zeggen of blijven roepen dat gemeentes er niet klaar voor zijn.